De financiering van de bouw van de brug over de Corentijnrivier moet nog loskomen voordat het proces kan starten. Dit zei minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken eerder in de week aan journalisten. Volgens de bewindsman is het de bedoeling dat wordt uitgekeken naar de beste financieringsmodellen voor de bouw van de brug. De minister van Buitenlandse Zaken en Financiën hebben op zich genomen de financierings te zoeken. We zoeken naar de beste financiering ervoor en zodra het binnen is, gaat Openbare Werken het traject weer oppakken voor het starten van de bouw. De minister geeft aan dat vuilophalen op dit moment zijn grootste zorg is. Hij stelt dat de vuilophalers slecht betaald worden en hij ervoor pleit dat de ondernemers beter worden betaald, zodat vuilophaal gegarandeerd is.